Hallo. Hallo. Op momenten dat ik moet voorgesteld worden, ja, je wilt toch nog wel in de smaak vallen. Dat was ook de eerste keer dat we echt goed gingen kunnen praten. Dus ja, toch wel zenuwachtiger dan dat we bijvoorbeeld met mijn vrienden zouden iets gaan eten. Maar dat is normaal, denk ik. Salama? Ja, mee. Al terug van verlof? Ja. Speciaal voor het feestje, hè, jongen. Overgevlogen. Een week getrakt is papier. Vroegen het ons af, ja. Ik zei, ja, dat is aluminiumfolie of zo. Wij zijn de zondag 1 jaar getrakt. Ah, wat is dat? Ja. Katoen, blijkbaar. Ja. Goeie katoeneke. Katoenen en de keus moeten maken, ja. Katoenen en de keus moeten maken. Het is leuk om elke voor te stellen als uw vrouw dan. Wat mij betreft is het zeker een mooie verschijning. Er zijn ook verschillende mensen die dat ook al hebben aangegeven. Maar echt een schone dame, dus ja, dat is wel leuk dat je dan zo iemand kan voorstellen, ook omdat het heel goed klikt met elke. Als we even binnen zijn, zo'n tijdje alleen zijn geweest. Ben jij ook een tijdje alleen? Ja, ik ben ook een paar jaar alleen. Ja. Dus dat zou wel even terug aanpassen, hè, want ja. Maar dat klikte wel vrij goed van in het begin, dus dat was wel zo. Ze trekt wel op het gemak. We waren alle twee vrij op ons gemak bij elkaar en dat helpt dan wel. Ja, ja. We hebben ook direct gezegd van als er iets is. Zeg dat gewoon, of als je even alleen wilt zijn, of ja, er is iets, gewoon direct zeggen, want ja, anders lukt dat niet. En dat doen we echt wel.